Vrienden met Kerstmis, kijk eens wie we daar ontmoeten. Allemaal mensen die op een bijzondere manier in die stal terecht zijn gekomen. Allemaal volgden ze tekenen die God liet zien. De koningen, die ster, dat tekenen. Ze wisten, die moeten we volgen. Jozef, bezoek van de engel. Maria eveneens. Wij zijn ook welkom in de stal. Een beetje nederigheid is het enige wat gevraagd wordt. En herders hoefden maar hun herdershoed af te zetten en te knielen voor het kind. Koningen, ook zij zijn welkom. Ze hoeven maar hun kroon af te zetten. Ze knielden voor het kind. En kijk eens bij iedereen. Met vreugde gingen ze daar vandaan. Die vreugde, dat is die diepe echte vreugde. Wat geen ander mens of ding of partij of filosofie ons geven kan. Dat kind kan het geven. Maar dat kan alleen als we met hem meegaan het hele jaar door. Ga met hem mee. Luister wat hij zegt. Hoor wat hij doet. Jezus zelf zal het zeggen. Hè? Kom en zie. En laat geloof groeien. En weet zo, als geloof groeit, die innerlijke vrede, die zul je dan ook verspreiden om je heen. En zo groeit vrede. En zo blijkt het toch telkens waar te zijn. Vrede op aarde. Ik wens je al een zalig Kerstmis en een zegenrijk nieuwjaar des Heren 2022.